Ik open deze zitting met gebed en verzoek de heren onder de hoogleraren hun baret af te nemen. Mogen de geest van wijsheid en barmhartigheid in ons allen groeien en tot volle wasdom komen. Gaat u zitten. Meneer de commissaris van de koning, burgemeesters, als ik het snel zie, 5 maar liefst, excellentie, rectoren en voormalig rectoren van de Nederlandse universiteiten, andere bijzondere gasten, collega-hoogleraren, andere collega's, familie en vrienden en niet in de laatste plaats onze studenten. Ik heet u allen van harte welkom. Fijn dat u er bent. En wat geweldig om te zien dat de aula zo goed gevuld is, ook boven op het balkon. Tijdens onze diasviering van 20 november van het vorig jaar heb ik aangekondigd dat ik mijn tweede termijn als rector magnificus niet zal voltooien. Ik ben de afgelopen maanden niet van oordeel veranderd. Anders zou deze zitting een merkwaardig karakter krijgen. Nee, ik draag vandaag na 6,5 jaar het rectoraat over aan mijn gewaardeerde opvolger, professor Dr. Emiel Aerts. Ik doe dat met een goed gemoed en vanuit de vaste overtuiging dat die overdracht het beste is zowel voor onze universiteit als voor mijzelf. Ik heb deze korte afscheidsrede dan ook de titel meegegeven: Het is mooi geweest. Dear colleagues, students, this academic event will be mainly in Dutch. That's because of the character of this event and the audience. I hope you can understand parts of it and you will find the translation of this speech on the website. Beste toehoorders, het zal u niet zijn ontgaan dat het woelige tijden zijn in de academie. De universiteit is zeker geen rustig bezit meer. De recente bezettingen door studenten en later ook docenten van universiteitsgebouwen in Amsterdam doen ons terugdenken aan de jaren 60 van de vorige eeuw. De maagdenhuisbezetting werd toen voorafgegaan door protesten en een bezetting precies hier op deze plek in Tilburg. Dit is ook beschreven in het boek 1969, Opstand in het Zuiden. Dat is nu wel anders. Ik kom daar straks op terug. Het hoger onderwijs en de wetenschap staan in de belangstelling. Wellicht moet ik zeggen, staan onder druk van de politiek en van maatschappelijke instanties. Dat klinkt ook sterk door in de media. Dat heeft zelfs geleid tot een geheel nieuw vocabulaire in vergelijking met zeg een decennium geleden. Prestatieafspraken, rendementen, rendementsdenken, accreditaties, visitaties, accountability, profilering, valorisatie en topsectoren. Deze bestuurlijke taal staat vaak ver af van docenten, onderzoekers en studenten. Dat kan allicht een vervreemdend effect hebben. Die vervreemding is een gevaar dat op de loer ligt en kan resulteren in een kloof tussen bestuurders en managers enerzijds en professionals anderzijds. Dat betekent overigens niet dat de waarde achter bepaalde van deze bestuurlijke taaluitingen niet betekenisvol kunnen zijn. Zo vind ik het zelf volstrekt redelijk dat we van onze studenten vragen om 70% van de eerstejaarsvakken ook daadwerkelijk binnen een jaar af te ronden. Ook is er niets mis mee om van studenten te verlangen dat ze hun driejarige bachelor binnen 4 jaar voltooien. Dat is geen rendementsdenken, maar maatschappelijk volstrekt redelijk. Studenten vinden dat overigens zelf ook, weet ik uit mijn veelvuldige contacten en gesprekken met studenten. Zij realiseren zich echt wel dat studeren veel meer is dan een belangrijke bijzaak. Cruciaal is wel dat we onze studenten op een vruchtbare en boeiende wijze laten werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zij moeten worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf naar boven te halen. We willen toch allemaal dat onze kinderen en kleinkinderen beter worden dan wij zijn. In zijn bijdrage over de waarde van wetenschap stelt Robert Dijkgraaf, voormalig president van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, dat de maatschappelijke positie van de wetenschap onderhevig is aan 2 tegengestelde krachten. Een afstotende en een aantrekkende. Introvert of extravert. Afstandelijk of verbindend. Of zoals hij het verwoordt, quote, tussen de academische vrijheid en onafhankelijkheid en de ivoren toren enerzijds en harteloze onverschilligheid anderzijds, unquote.
Hier gaat het, dames en heren, om een delicaat evenwicht, om actie en reactie, om het zoeken van het juiste midden. We leven nu in een tijd van overmatige politieke en maatschappelijke beleidsdrift en regelzucht. Ik noemde al de prestatieafspraken en ook de accreditatie- en visitatiedichtheid. We moeten ons steeds weer verantwoorden en we worden regelmatig de maat genomen. Voor alle duidelijkheid, Tilburg University doorstaat deze procedures bijna steeds glansrijk. Dat is het punt niet. Maar dit leidt in de praktijk al gauw tot onnodige kosten, bureaucratisering, slimme ontwijking, formalisering en nadruk op tellen en kwantiteit. Dat is een zorgelijke ontwikkeling die gekeerd moet worden. Ik zou zeggen minder nadruk op tellen en meer aandacht voor het goede, inspirerende verhaal vertellen. De ziel van de universiteit, dames en heren, vraagt om tijd, ruimte, vertrouwen, twijfel en ja zelfs mislukking. Gelegenheid om fouten te maken en daarvan te leren. We hebben de wijsheid niet in pacht, er valt nog heel veel te ontdekken en te leren en we blijven voortdurend vragen stellen om nog weer beter en preciezer ons werkterrein in kaart te brengen en te doorgronden. Inderdaad, Understanding Society, het motto van onze universiteit, dat die uitdaging zozeer in zich draagt. Dat vraagt om diepgang en grondigheid in plaats van oppervlakkigheid en vluchtigheid en om tegenwicht tegen de wereld van beeldvorming, branding en framing. Laten we de realiteit niet uit het oog verliezen. Ik sprak zojuist over de vervreemding, over de kloof tussen de basis, zo u wilt, de werkvloer van de universiteit en de wereld van het bestuur, het management en de centrale diensten. Ook wij moeten waakzaam zijn en blijven dat die afstand niet te groot wordt. Onze relatief kleine schaal, de compacte campus en een klimaat van korte lijnen en goede verstandhouding zijn daarbij zeker behulpzaam. Niet besturen door afstand te nemen, maar juist door nabijheid te kiezen en door te verbinden. Dat is steeds mijn uitgangspunt geweest. Dicht bij de staf en de studenten staan, veel contact, zorgen dat je weet wat er leeft. Dat is cruciaal voor het onderling vertrouwen en daarmee ook voor levende, werkelijke medezeggenschap. Daarmee zeg ik overigens niet dat dit altijd eenvoudig en ongecompliceerd is. Evenmin beweer ik hier dat deze intentie steeds ook tot het beoogde doel heeft geleid. Nee, dames en heren, ook bestuurders maken fouten. Wel geloof ik dat deze manier van denken en werken ertoe leidt, zal leiden dat studenten geen gebouwen bezetten, maar kritisch en constructief meedenken aan het scheppen van een nog mooiere universiteit. Dat betekent vanzelfsprekend wel dat de inbreng ook serieus wordt genomen en effect sorteert. Dat geldt uiteraard evenzeer voor de relatie met onze wetenschappelijke en ondersteunende staf. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat het bestuur van de universiteit voldoende opkomt voor en rekening houdt met de belangen van die professionals. Ik doel dan niet op het belang van een bepaalde hoogleraar of een specifieke groep, maar meer in algemene zin. En als er weer eens gekkigheid wordt bedacht in Den Haag, dan verwachten onze mensen dat wij ervoor zorgen dat zij daar weinig of geen last van hebben. Zo simpel is het ook. Laat de docenten en onderzoekers vooral doen waar ze goed in zijn en geef ze alle ruimte om te doseren, te onderzoeken en te valoriseren. Een professionele ondersteunende staf is een vereiste voor een hoogwaardige internationale universiteit. Essentieel is de goede samenwerking en verbinding tussen de wetenschappelijke en de ondersteunende staf. En dat is alles uiteraard gericht op onderwijs en onderzoek. Onderwijs en onderzoek eerst, dat moet het uitgangspunt zijn. En bovenal, Tilburg University first. We werken immers allemaal voor deze mooie universiteit. En dat zeg ik uiteraard, dames en heren, tegen alle medewerkers van de universiteit. Maar dat had u wel begrepen. Gaat het goed met u, dames en heren? Ik ben halverwege. Ik hoop dat u mij nog kunt volgen. Maar ik sta open voor vragen straks tijdens de receptie. Ik verwacht dat daar vrij veel ruimte voor zal zijn. Dank u. In de zaken die wij doen en bedenken, dient steeds de menselijke maat het uitgangspunt te zijn. Meten en weten naar de menselijke maat, dat is de kunst. Dat betekent bijvoorbeeld dat onze studenten gekend worden en geen nummers zijn. Kleinschaligheid in het onderwijs, ook binnen relatief grote opleidingen. Dat kan door in groepen te werken die overzichtelijk zijn en door studenten vanaf het begin bij elkaar in vaste verbanden te laten werken. Studenten verwachten ook, en terecht,
dat ze individueel feedback krijgen op wat ze hebben gemaakt of gedaan. En dat is veel meer dan alleen een cijfer. Het gaat ook om het benoemen van verbeterpunten, zodat onze studenten zich verder kunnen ontwikkelen. Talenten aantrekken en talentontwikkeling is immers de kurk waar de academie op drijft. Een broedplaats voor en van talent. Teamwork is niet alleen in het onderzoek cruciaal, maar evenzeer in het onderwijs. De samenleving wordt steeds complexer. De vraagstukken gaan de kennis van een bepaalde discipline vaak ver te boven. En al helemaal de kennis en het bereik van de individuele wetenschapper. Dat vraagt om samenwerking, gezamenlijke kennisproductie, kennisoverdracht en circulatie van kennis. Ook hier heerst de menselijke maat. De kunst is om in te zien wat je zelf niet weet of kunt doorgronden en waar je de ander nodig hebt om samen tot een beter resultaat te komen. Werkelijke samenwerking, co-creatie in het teken van het doorgronden van onze complexe maatschappij en ook met het oog op het verbeteren van die samenleving. Dat is de uitdaging. Wetenschap naar de menselijke maat erkent de grenzen en beperkingen van het individu en zet juist in op de verbinding en bundeling van krachten. Samen sterker, slimmer en wijzer. Die bundeling van krachten houdt uiteraard niet op bij de grenzen van onze eigen campus. Soms is de verbinding met disciplines van andere universiteiten aangewezen. Een mooi en actueel voorbeeld is de samenwerking die tussen de Technische Universiteit Eindhoven en onze universiteit is opgezet rond het thema Data Science. Mijn intentie is steeds geweest om ook naar de menselijke maat mijn functie in te vullen en uit te oefenen. Probeer oog te hebben en te houden voor de mensen op de campus, collega's, medewerkers, studenten. Schenk veel aandacht aan het intermenselijk contact. Zoek het gesprek en de interactie op. Luister vooral ook naar de behoeften en noden van mensen. Uiteraard kun je niet alles oplossen en is verandering soms lastig, maar het gevoel om serieus genomen en gehoord te worden is vaak heel belangrijk voor mensen. Bij ons hier op deze campus zijn de lijntjes kort en weten we elkaar goed te vinden. Geen brieven schrijven of lange mails sturen, nee, gewoon bij elkaar binnenlopen en een goed gesprek hebben. Dat wordt vaak gezegd en dat is ook zo. Dat moet ook zo blijven. Deze menselijke maat in de omgang. Maar dat gaat niet zomaar. Daar moeten we met z'n allen aan blijven werken. Dan kunnen we met elkaar het verschil maken. Er wordt wel gesproken over de waarde van dienend leiderschap. Volgens mij houdt dat in dat je als bestuurder, als leider, niet vraagt wat anderen voor jou kunnen doen. Nee, precies andersom. Jij vraagt je steeds af wat jij voor anderen kunt doen. Dat moet je houding en uitdaging zijn. Mensen stimuleren om het goede te doen. Beste toehoorders, deze universiteit staat er goed voor. Ons onderzoek behoort op diverse terreinen tot het beste wat er is. Dat geldt niet alleen voor het disciplinair onderzoek, dat wel het fundament is en blijft voor al ons werk, maar zeker ook voor het themagerichte multidisciplinaire onderzoek. Onze 5 Centers of Excellence richten zich op relevante maatschappelijke vraagstukken, zoals menselijke veiligheid en de positie van slachtoffers, vergrijzing en pensioenen, de regulering van mededinging en marktwerking, de psychologische dimensie van somatische ziekte en communicatie en cognitie. Onze prestaties bij NWO zijn bovengemiddeld. We halen meer beurzen voor onderzoek binnen dan onze vergelijkbare vakgenoten buiten deze campus. Heel recent nog kregen 3 van onze wetenschappers een zogenoemde VIDI-subsidie van NWO voor hun innovatieve onderzoek. Essentieel is dat we ook internationaal in de frontlinie meedoen in onze disciplines. Geworteld in stad en regio en internationaal actief. Diepe wortels, hoge takken. Ons onderwijs wordt steeds beter gewaardeerd, zoals onlangs weer bleek bij de bekendmaking van de resultaten van de NSE, de Nationale Studentenenquête. We zijn in 2 jaar tijd van de 10e plek via de 6e stek naar de 3e plaats gestegen. In de tussenstand van de vooraanmeldingen van bachelorstudenten is Tilburg University de koploper in groei. We zouden kunnen rekenen op 30% meer instroom dan het vorig jaar. Ons nieuwe onderwijsprofiel zet in op kleinschaligheid, interactie en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt, ook de internationale arbeidsmarkt. Ik begrijp van studenten dat zij dit profiel aansprekend vinden. Het is nu zaak om dit profiel nader in te vullen en vorm te geven in de diverse opleidingen. Dat gaat niet vanzelf en niet voor niets. Dat vraagt forse investeringen. Jazeker, meer geld naar het onderwijs. Meer geld naar het onderwijs. Ik zie een aantal collega's denken, dat kan hij wel zeggen, hij is toch weg.
Nee, dames en heren, het staat zwart op wit gedrukt in het taak- en middelenplan van de universiteit. Forse investeringen de komende jaren in het onderwijs. Geen praatje voor de vaak dus. Dat onderwijs innoveert snel, mede door de inzet van nieuwe communicatietechnologie. Mijn vaste overtuiging is echter wel dat ook hier de menselijke maat blijft heersen. Inspiratie en bevlogenheid ontstaan immers door de ontmoeting. Ons valorisatieprofiel is nog in ontwikkeling. Deze universiteit, die bij uitstek op de maatschappij is gericht, is goed geplaatst om met de aanwezige kennis toegevoegde waarde te genereren. Duurzame samenwerking met maatschappelijke partners is daarvoor aangewezen. Dat vraagt om vormen en verbanden die zowel die duurzaamheid als de gelijkwaardigheid stimuleren. Ik noem als voorbeeld de academische werkplaatsen van onze groep Transo, Transitie in de Zorg. Valorisatie vraagt ook om maatstaven om te bepalen wat van waarde is. Geld is niet het hoogste goed, maar hooguit een indicator om te duiden wat waardevol is. Financieel is deze universiteit gezond. Vele achtereenvolgende besturen op decentraal en centraal niveau hebben zich goede rentmeesters getoond. Ook dat is waardevol. Dat geeft ons nu zelfs de ruimte om extra te investeren om onze ambities te realiseren. Maar bovenal, dames en heren, wij mogen trots zijn op onze academische gemeenschap. De onderzoekers, docenten, ondersteunende staf en onze studenten die dag in dag uit hard werken om slimmer, wijzer en sterker te worden en de samenleving een beetje mooier te maken. Daar gaat het uiteindelijk om. Voor mij als rector magnificus was het een voorrecht en een genoegen om met een veelheid en variëteit van die mensen te mogen samenwerken. Die samenwerking in allerlei verbanden heeft mij geïnspireerd om de afgelopen jaren het beste wat ik in me heb aan onze mooie universiteit te geven. Ik ga nu niet hier in het openbaar mensen persoonlijk bedanken. Dat zou heel veel tijd vragen en licht zou ik ook mensen vergeten. Ik hoop velen van u na afloop van deze zitting nog te zien, te spreken, de hand te schudden, te zoenen en ga zo maar door. Ik maak een uitzondering voor Ineke en Aniek. Ineke, wij zijn al zo'n 40 jaar samen onderweg. Dat heeft ons al in diverse omstandigheden en op vele plekken gebracht. Saai is het zeker niet geweest. Het doet mij goed om jou aan mijn zijde te hebben. Ik dank je ook voor je steun bij de uitoefening van het rectoraat. Je was er vaak bij en steeds nauw betrokken. Aniek, waar zit Aniek? Sinds 26 jaar ben je in ons midden. Dat is een bijzondere verrijking. Waar je ook bent, je bent altijd bij ons. Zo al was het maar via de WhatsApp of via FaceTime. Het doet mij goed, dames en heren, dat ik deel blijf uitmaken van onze universitaire gemeenschap. Ik ben de universiteit zeer dankbaar dat ik de gelegenheid krijg om een half jaar te studeren, om mij vervolgens weer geheel te kunnen richten op de fantastische baan van hoogleraar op het terrein van wetgeving en toezicht binnen de Tilburg Law School. Dat voelt weer als thuiskomen in een vertrouwde en inspirerende omgeving. Vandaag sluit ik een zeer bijzondere en intense periode van ruim 6,5 jaar af als rector magnificus. Ik kan hier nu voluit zeggen, het is mooi geweest. Ik dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Dames en heren, we komen nu gelijk al bij het moment suprême van deze academische zitting. De formele overdracht van het rectoraat. Ik draag zo de keten over aan mijn opvolger, professor Dr. Emiel Aerts. Tot voor kort was hij de decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven. Voor zijn benoeming tot hoogleraar Computing Science was hij jarenlang verbonden aan Philips Research. Ik heb Emiel de afgelopen maanden zien opereren in het kader van onze plannen om tot een graduate school for data science in Den Bosch te komen. Hij was daar de onbetwiste aanvoerder van een sterk team van trekkers. En ik heb de volledige overtuiging dat hij onze universiteit kundig en gepassioneerd zal leiden. En ik wens hem daarbij niet alleen veel wijsheid en kracht toe, maar vooral ook veel werkplezier.
En we gaan nu samen met de pedel de overdracht van de keten doen. Salve, rector magnifici, interumque salve. Dank u wel. Ja, dames en heren, dan is het nu mijn beurt. Graag wil ik beginnen met een aantal woorden die ik aan Philippe wil richten. Veel dank, Philippe, voor je mooie en inzichtelijke verhaal. Het schetst op duidelijke wijze de periode van je rectoraat, de zaken die je hebt gerealiseerd en de problemen die je daarbij bent tegengekomen. Het schetst ook je aanpak en werkwijze. Altijd doordacht, zoals een rector betaamt. Ik denk dat jij vooral een wijze rector bent geweest. En je hebt veel voor Tilburg University gedaan. En ik weet zeker dat onze universitaire gemeenschap je daarvoor zeer erkentelijk is. En ik ben er ook zeker van dat dit vandaag ter gelegenheid van je afscheid vaak gezegd zal worden met veel mooie woorden en hartelijke kussen. De aanwezigen zullen je met warmte omgeven als antwoord op wat jij hun ook zonder aflaten hebt gegeven. Voor mij ben jij een voorbeeldrector. Voornaam en toch toegankelijk. Jij noemt dat de menselijke maat. Inschikkelijk en consequent. Bekwaam en optredend met gezag. Jij bent vruchtbaar van geest. Scherp in je oordeel en mild in je handelen. Dat zijn allemaal eigenschappen die de jezuïet Balthasar Gratian in zijn op machiavellistische lees geschoeide handorakel van de voorzichtigheid uit 1647 ons al heeft nagelaten als praktische leefregels voor koningen en intellectuelen. Zijn 300 regels zijn nog steeds zeer actueel en heden ten dagen volgen nog steeds vele groten der aarde deze regels. En jij volgt ze ook, wellicht zonder je te realiseren hoe bekwaam je ze toepast in je dagelijkse omgang met mensen. Ik hoop, Philippe, dat je de tijd en de rust zult vinden om je weer volledig op de wetenschap te richten, zoals dat hoort onder ons academici. Het ambt van rector is slechts een onderbreking van onze wetenschappelijke productiviteit. Ik wens je nog veel vruchtbare jaren toe binnen je geliefde law school, samen met de vele collega's hier die uitzien naar je terugkomst. En tja, dames en heren, daar sta ik dan. De harde Bertha uit Eindhoven. Na 30 jaar Philips Research, 25 jaar hoogleraar aan de Technische Universiteit in Eindhoven. En nu in Tilburg, zelfs met een nieuwe toga en een blinkende keten. Nog wat onwennig. En ik zie het al. U kijkt naar mij en u wil weten, vriend, wat ga je doen? En hoe gaat het worden? En op dit punt val ik graag terug op de wijsheden van Philippe, die tijdens een van onze overdrachtsgesprekken mij het advies gaf om niet meteen met een strategisch masterplan te komen, met 10 actielijnen en bijbehorende doelstellingen en targets. Gek genoeg is dat wel wat ik moest doen tijdens de 7 rondes van mijn sollicitatieprocedure hier. Studenten, medewerkers, hoogleraren, decanen, leden van het stichtingsbestuur. En daar waren heel sterke spelers bij. Niet in de laatste plaats de leden van de universiteitsraad, waar Jan Homme en ik 's avonds mee moesten praten. Ze wilden het allemaal weten, dames en heren.
Wat zijn je plannen, Emiel? En wat ga je voor ons doen? Dus ik heb er wel over nagedacht. En twee vragen, dames en heren, zijn mij altijd bijgebleven en zullen dat ook in de toekomst doen. De eerste had betrekking op mijn visie hoe om te gaan met de vele eigenzinnige wetenschappers die Tilburg University heeft. Want eigenlijk, meneer Aerts, hebben wij geen rector nodig. De tweede vraag, die informeerde na mijn plan B. Mij is letterlijk gevraagd, dames en heren, wat gaat u doen, meneer Aerts, als u hier over een half jaar mislukt? En ik ga het u niet vertellen, dames en heren. Want ik volg de wijze raad van mijn voorganger Philippe op en bewaar de communicatie over mijn plannen tot later, nadat ik ze goed heb uitgewerkt. Uiteraard in samenspraak met Koen, die mij een geweldig warm welkom hier heeft bezorgd. En natuurlijk met mijn vrienden en mijn vriendin, de decanen, hier allemaal op de eerste rij. Ogenschijnlijk, allemaal heel gebroederlijk naast elkaar, maar laat u zich niet om de tuin leiden. En natuurlijk, dames en heren, er valt wel wat te zeggen over Tilburg University. Ik loop hier nu een klein half jaar rond en mij is toch een aantal zaken opgevallen. Ontegenzeggelijk beschikt de universiteit over de mooiste campus van alle universiteiten in Nederland. De inbedding in het groen, de architectuur, het landschap, de gebouwen, zelfs op zo'n dag als vandaag met de zon erbij. Het is allemaal geweldig. Ook de warmte van de medewerkers, die menselijke maat, Philippe, is mij opgevallen. De mensen zijn hartelijk en open, dat geldt ook voor de studenten. Ze zijn vitaal, geëngageerd, zeer actief in hun vele studie- en studentenverenigingen. En een van de vragen die ik ook kreeg was, gaat u, meneer Aerts, als nieuwe rector ook 's avonds met ons bier drinken? De opleidingen zijn goed, hebben hoge beoordelingen. Het is al genoemd door Philippe, de meeste recente peilingen laten zien dat wij er goed voor staan. Gedeelde derde plaats landelijk, na de Universiteit van Wageningen en na die uit Eindhoven. De afstand met de kop is klein en het vormt een mooie doelstelling om de komende jaren aan te werken. En wij weten hoe we dat moeten doen. Recente cijfers van de voorinschrijvingen, Philippe heeft het al genoemd, laten sterke groei zien en daarmee zijn we op de goede weg. TIAS geeft daarbij het voorbeeld met een zeer hoge klassificering als nieuwe top als instituut en de Masters Business and Social and Behavioral Sciences zijn de nieuwe topopleidingen. Naast die we al hadden in Law, Strategic Management, Quantitative Finance en Actuarial Sciences, Econometrics en Mathematical Economics en Accounting. Wetenschap staat hier zeer hoog in het vaandel in Tilburg. En vele van onze hoogleraren zijn onbetwiste toppers. En u mag zelf bepalen of u het bent of uw buurman. De slagzin van de universiteit is Understanding Society, waarbij excellentie, slagvaardigheid, verbondenheid, internationalisering en sociale innovatie de hoofdaandachtspunten zijn. En dat klinkt allemaal goed. Maar er zijn ook een paar dingen die opmerkelijk zijn en die het vernoemen waard zijn. Er zijn drie vragen die we ons kunnen stellen. Hoe bekend zijn we? Waar zijn we goed in? En waar staan we voor? Met de spontane naamsbekendheid van Tilburg University is het maar droevig gesteld. In Zeeland noemen scholieren Tilburg University niet als ze 5 Nederlandse universiteiten moeten opnoemen. En dan kunt u zeggen, dat zijn die Zeeuwen zelf schuld. Ik betwijfel het. In Limburg is het ook niet veel beter. 26% noemt Tilburg University. En zelfs in ons eigen Brabant weet nauwelijks de helft Tilburg University te noemen. En dat zijn de drie belangrijkste provincies waaruit wij ons talent halen. En dat is niet goed. Volgens scholieren heeft de universiteit geen allure. En dat is niet mijn uitspraak. En Tilburg als stad heeft het ook niet. Vanuit het studentenleven gezien. Natuurlijk zijn er andere dingen die geweldig zijn. Willem II doet het bijvoorbeeld best goed, Jan. De kwaliteit is in orde. De studiegids noemt het hoge academische niveau en de kwaliteit van de opleidingen. We zijn goed bereikbaar, internationaal georiënteerd. En onze hoogleraren komen vaak op een positieve manier in het nieuws.
Als kernwaarden worden genoemd de duurzame kwaliteit, het belang van het erfgoed, de ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheid en het christelijk en humanistisch karakter van de universiteit. Onze website is helder, informatie is er goed te vinden, maar een duidelijke beschrijving van onze visie en missie ontbreken. Kortom, University Tilburg, Tilburg University, is een soort van schone slaapster. En het goede nieuws is dat ze langzaam ontwaakt. Bij dat proces moeten we ook kijken naar de landelijke ontwikkelingen. Natuurlijk is er sprake van een zekere Brabantse gemoedelijkheid. En daar is helemaal niets mis mee. Maar we mogen niet voorbij gaan aan de vraagstellingen die universiteit en hun medewerkers en studenten bezighouden. Hoe zit het met medezeggenschap? Is er nog ruimte voor kleine opleidingen? Hoe zit het met de vrijheid van de onderwerpskeuze? Het recent verschenen boekje met de titel Het Excellentietraject van Rudolf Dekker geeft een goed overzicht van de verschillende knelpunten aan de Nederlandse universiteiten. Veel kan worden teruggevoerd tot het rendementsdenken en de bijbehorende prestatieafspraken die de universiteiten met de minister van Onderwijs hebben gemaakt. Dat zijn allemaal zaken van groot belang. En een hedendaagse universiteit zal daar een mening over moeten hebben en deze in actie moeten omzetten. En graag volg ik daar persoonlijk het advies van minister Bussemaker, die dat op 24 april jongstleden in het programma Nieuwsuur met ons deelde. En zij stelde dat universiteiten niet haar regels hoeven te volgen. Maar dat veel universiteiten zelf kiezen voor een prestatiecultuur. Zij is van mening dat universiteiten voldoende mogelijkheid hebben om de toegekende middelen naar eigen inzicht in te zetten. En die mening deel ik. Door helder en eenvoudig een profiel te kiezen en daar gericht naar te handelen, kan Tilburg University een gezonde basis ontwikkelen voor de komende jaren. En wel is het belangrijk daarbij dat onze medewerkers en studenten betrokken zijn bij de ontwikkeling en de implementatie van dat profiel op een wijze die zij zelf als transparant en inclusief ervaren. De vraag die nu overblijft is, en wat moet dat profiel dan zijn? En ik zie u weer kijken en ik ga het u niet vertellen. Wel ben ik van mening dat een hedendaagse universiteit een derde generatie universiteit moet zijn. Waarbij naast kennisoverdracht en kennisuitbreiding ook kennisvalorisatie tot de primaire processen behoort. En met deze drie processen leiden wij kritische en onafhankelijke denkers op. De slagzin Understanding Society mag wat mij betreft opgerekt worden naar Advancing Society. Want met een goed begrip van de samenleving alleen zijn we er nog niet. We moeten dat begrip ook willen omzetten in actie die ertoe leidt dat die maatschappij wordt verbeterd. En de mensen die dat doen en die wij opleiden zou ik graag ondernemende denkers willen noemen. Daar zit wat spanning. Want veel mensen zeggen ondernemers die denken niet en denkers ondernemen niks. En dat is een suggestie die ik kreeg van een van de medewerksters tijdens een van de vele lunchgesprekken die ik in de afgelopen tijd heb gehad hier op deze universiteit. Over 5 jaar zijn wij een universiteit die bekend staat om zijn scherpheid van denken en ondernemerheid van handelen. Bij mijn aantreden noemde het onafhankelijke universiteitsblad Univers, die 's avonds op de loer hadden gelegen, Jan, mij de innovatieve rector. En dat vind ik wel een toepasselijke karakterisering van mijn persoon. En ik wil dat ook heel erg graag voor deze universiteit zijn. Wellicht is dat ook goed, want het is het enige wat ik kan. Als je dat al van jezelf mag zeggen. Samen met mijn innovatievrienden, en dan geef ik graag een knipoog naar Rick en Ad en Harry en Jan en Jo en Frank. En velen daarvan zijn hier aanwezig. We hebben in de afgelopen jaren al behoorlijk wat geïnnoveerd, maar deden dat vooral rond Eindhoven. En dat gaan wij nu doen in Tilburg, Jan. We gaan de universiteit op de kaart zetten en we gaan dat doen in samenwerking met de stad Tilburg en met de provincie Noord-Brabant. En als eerste gaan wij daartoe samen met de Technische Universiteit Eindhoven een graduate school op het gebied van data science opzetten. En wij doen dat in Den Bosch. Om de droom van Ton, mijn nieuwe vriend, waar te maken. En uiteraard gelijktijdig onze eigen ambities te realiseren. Want Ton, wij komen niet voor niets.
En als dat lukt, gaan wij vervolgens een grootschalig data science innovatie ecosysteem hier opzetten in de driehoek Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. En Wim, dat doen we om jouw droom waar te maken. En voor jou geldt hetzelfde. Wij doen het niet voor niets. Samenvattend, dames en heren, mogen we stellen dat Tilburg University een mooie toekomst tegemoet kan gaan. Door haar kwaliteit in onderwijs en onderzoek te bestendigen, haar naamsbekendheid te verbeteren en zich meer te richten op de samenleving en het ecosysteem waar zij deel van uitmaakt. Voor nu heb ik al meer dan genoeg gezegd, want ik stond niet eens op het programma, zoals mijn collega's mij daar dadelijk fijntjes op zullen wijzen. Ik wil graag stoppen of afsluiten met de uitspraak dat ik er vreselijk veel zin in heb. En dat ik hoop dat ik de wijsheid en vindingrijkheid kan vinden om Tilburg University het elan te geven dat het verdient. Ik heb gezegd. Beste genodigden, beste Filip, het is gebruikelijk dat wie rector is geweest van deze prachtige universiteit wordt vereeuwigd in een houtskooltekening. En die komt dan te hangen naast die van al zijn voorgangers in de markante portrettenzaal. Filip, het is je gelukt. Die eer valt nu ook jou te beurt. Mag ik je vragen weer op te staan en naar ons toe te lopen? En als het dan goed is, volgens het protocol, wordt achter mij door het portret naar binnen gebracht. En dat gaan wij dan samen onthullen. Ik heb het zelf niet gemaakt. Het lijkt sprekend. Ik heb het niet zelf gemaakt, maar Paul van Dongen, de kunstenaar en ik. Het was een genoegen om met hem dit samen te doen. Ik weet niet, Paul is volgens mij hier ook in de zaal. Maar ik wil hem in ieder geval, Paul en zijn vrouw, enorm veel danken. Dames en heren, dan zijn wij nu toe aan een moment van ontspanning. Dat doen we met een optreden van Celine Cairo. Een reizende ster aan het Nederlands en internationale firmament. Het begon met haar allemaal bij een optreden in Carnegie Hall in New York in 2009. Matthijs van Nieuwkerk ontving haar al 3 keer in De Wereld Draait Door. Ze trad op in Paradiso, Kaapstad, Brussel, Hamburg, Barcelona en New York en vandaag in Tilburg, de belangrijkste steden van de wereld. Naast haar eigen muziek zong Celine ook Iedereen is van de wereld in de NPO-campagne en haar stem is regelmatig te horen in filmmuziek. Mag ik uw aandacht, dames en heren, voor Celine Cairo.
Geweldig, dames en heren. En ik zag iets leuks. Ik zag de eerste rij swingen. En ik zag de eerste rij harder swingen dan de derde, vierde, vijfde, zesde rij. En ik zou graag willen dat dat vanaf vandaag precies omgedraaid wordt. Dames en heren, beste Philippe, een aantal voor jou en voor de universiteit speciale relaties zullen jou nou toespreken. Dit wordt de fase van de hartelijke woorden voorafgaand aan de kussen. Graag nodig ik als eerste Jan Homme uit. Jan Homme, dames en heren, is voorzitter van het stichtingsbestuur van Tilburg University. En hij zal ons zijn visie op een aantal zaken geven. En graag wil ik Jan nog één keer persoonlijk bedanken voor alles wat hij in de laatste maanden voor mij heeft betekend. Jan, fijn dat je er bent. Dankjewel, Emiel. Dames en heren, goedemiddag. En een bijzonder goedemiddag aan mijn beste vriend Philip. Philip, timing is everything. Toen jij begon met je rectoraat, stond de wereld in brand. 20 november 2008. De brandhaarden van de wereldwijde financiële crisis waren nog volop aanwezig en Philips betrok het rectoraat van de Universiteit van Tilburg. We lieten een periode achter ons van ongekende groei, bijna 30 jaar, ongekende groei, ongekende welvaart en plotseling was het over. En Philips begon zijn rectoraat. Een moeilijke periode volgde, een periode van schaalheid, van opkomende excessen. Gebeurt altijd als het water zakt, komen de stenen omhoog en de stenen worden zichtbaar. En Philip heeft ons door al die stenen, moeilijke periodes, heel mooi heen geloodst. En nu, 4 juni,
mogen we aankondigen. Studentenaantallen, vooraanmeldingen een record. Grootste stijging in Nederland, succes. En bijzondere hoge scores, veel betere scores van klantentevredenheid van onze studenten. Philip, geweldig gedaan. Hoogtepunten. Een aantal hoogtepunten in Philips' periode. Ik denk dat het bezoek aan het eredoctoraat van Al Gore in 2010 gerust gezien mag worden als een hoogtepunt. Erkenning van duurzaamheid, belangrijk ook voor deze universiteit. Tweede hoogtepunt zou ik willen noemen, Ellen Johnson Sirleaf. President, eerste vrouwelijke president in Afrika, vrouwelijke president van Liberia. Philip draagt een warm hart aan het, hoe moet ik dat heel netjes zeggen, zorgen dat de vrouwelijke leden van onze samenleving veel makkelijker naar een hoger niveau kunnen komen. Philip draagt die een warm hart en heeft er veel aan gedaan. En ook dit vind ik een teken, Philip, van jouw toewijding tot deze zaak. En dan het derde natuurlijk, bezoek van de koningin in 2012, die hier het mooie borstbeeld van Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister van Nederland, onthulde. Allemaal mooie voorbeelden van hoogtepunten. Maar een persoon wordt vaak meer nog gekenmerkt door wat hij doet wanneer het een beetje tegen zit. En het zat tegen. We hebben een affaire gehad, stapel, waar Philippe erg onder geleden heeft, veel tijd heeft gegeven, veel energie heeft gekost, heeft hem echt aangedaan. Maar Philippe heeft dat gedaan met waardigheid, met kennis, met kunde, met verstand, met logica, met hart, met medeleven, maar vooral integer. En ik denk dat Philippe in die periode de universiteit op een hele, hele fantastische manier heeft vertegenwoordigd. Een ander ding, Philippe, was natuurlijk jouw tegenslag toen jij moest erkennen en moest bekennen dat jouw ziekte toch wel een probleem voor je ging worden. En ook hier was je moedig. Je nam de beslissing. Je hebt het met ons gedeeld. Je was wijs. Je koos voor de lange termijn, zoals je altijd doet. En je koos voor je gezondheid. Heel verstandig. Ja, Philippe, een hardloper, een tennisser, een sportman, iemand die de studenten lief had, in feite. Hij was er altijd. Je kon hem altijd bij studenten zien en studenten konden hem ook altijd vinden. Ik denk dat je bij studenten absoluut geen kwaad kunt, Philippe. En ik weet dat Emiel, die het gaat overnemen, de studenten eenzelfde hart toedraagt. En Emiel, als jij ooit nog eens een keer iets anders moet gaan doen, cabaretier, entertainer, het zit er echt wel in. Wij staan nu op het punt om Philippe vaarwel te zeggen en Emiel van harte welkom te heten. Hij is met veel enthousiasme begonnen en hij heeft laten zien dat hij met iedereen in contact wil zijn. Af en toe duurt dat contactmoment wel een beetje lang, moet ik zeggen, met Emiel, maar daar ben je wel aan, want hij houdt van praten. Maar hij zal zich, denk ik, hier in Tilburg op een heel andere manier gaan manifesteren. Ondernemende man, een man met visie, een man met heel veel energie. En ik denk dat we daar een hele mooie keus mee gemaakt hebben. Philippe, ik wil jou namens de Stichting Bestuur heel hartelijk danken voor wat je gedaan hebt. Een geweldige periode afgesloten in de opgaande lijn. Beter moment om afscheid te nemen is er niet. En ik wil jou namens de Stichting Bestuur de penning van de universiteit uitreiken. Als we hem kunnen vinden, Philippe. Nog even. Niet? We zijn een beetje in verwarring welk doosje dat het is. Dan geef de mooiste maar, Jan. Nou. Weet er, kan iemand me een beetje hulp geven hier? Ja. Philippe, we kunnen het niet vinden, maar ik ga het niet.
moorden en de moorden van de waardering, heel terecht, heel herkenbaar voor Philippe. Dames en heren, de volgende spreker is Koen Bekking, voorzitter van ons college. Koen heeft vele jaren samengewerkt met Philippe en wij geven hem graag het woord om bij deze gelegenheid nog iets aardigs te zeggen. Ja, ik kan ook iets tegen jou zeggen, Emiel. Dus. Dames en heren, we zijn vandaag bijeen om een wel heel bijzondere reden. De rectoraatsoverdracht aan Tilburg University. Het is geweldig voor ons allemaal om u hier vandaag te mogen ontvangen. En die foto, ja, dat is Philip met de studenten. Dus die heb ik heel bewust gekozen. Een bijzonder woord van welkom aan onze commissaris van de Koning, Wim van der Donk. Burgemeester Peter Nordanus, de voorzitter van onze stichting Bestuurende Leden, Jan Homme, en alle andere collega's en vrienden uit de academie van onze universiteit en van het Brabantse land. Ook een bijzonder welkom aan Ineke en Aniek, de ouders van Philip en de schoonouders van Philip, van harte welkom. Waarde rectores magnifici, de collega's van Philip van de andere universiteiten, van harte welkom. Collega-voorzitters en bestuurders, goed dat jullie er allemaal zijn. Fijn ook dat het voltallige college van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven aanwezig is. Een bevestiging van onze goede samenwerking in de wens om een Bosse campus te realiseren. We hebben daar alle vertrouwen in. Vandaag staat onze rector magnificus Philip Eilander centraal. Philip was gedurende 6,5 jaar rector magnificus van onze universiteit. Een periode waarin de universiteit zich goed heeft ontwikkeld in onderzoek, onderwijs en valorisatie. Doorzetten en goed omgaan met je tijd. Ik ben er voorstander van om 8 uur te slapen. Dat vind ik belangrijk. Je kunt me ook nergens voor wakker maken. Maar naast die 8 uur blijven er nog 16 uur over in een dag. Je kunt dan een uurtje op de bank zitten en dan zit je op 15 uur voor werk en andere nuttige dingen. Was gezegd Philip Eilander, opgetekend door ons onvolprezen univers, gevraagd naar zijn levensfilosofie. Philip is van grote betekenis geweest voor onze academische gemeenschap. Of het nu gaat over de mens Philip, over zijn voortreffelijke omgang met integriteitsvragen, over zijn grote betrokkenheid bij de studenten, over de ambitie om het onderwijsbeen bij te trekken, zijn inzet voor de goede verhoudingen in de medezeggenschap, of over zijn formidabele sportprestaties. Want hij liep de marathon ooit in 2 uur 36:54, dames en heren. Steeds opnieuw wordt duidelijk dat we afscheid nemen van een collegiale, markante bestuurder met het hart op de juiste plaats en het hoofd bij de goede zaak. Besturen, dames en heren, is een delicate zaak. Het vinden van de juiste balans een precaire aangelegenheid. Uiteindelijk draait het om mensen en om hun goede verhouding, om vertrouwen. Onze verhouding was en is uitstekend. Philip en ik hebben vanaf het begin van onze samenwerking op elkaar kunnen vertrouwen. We hadden vaak aan een half woord genoeg en vulden elkaar goed aan. Scherp op de inhoud en zacht op de relatie. We deden het echt samen, ook in onze relaties met docenten, studenten, onderzoekers, alumni en alle medewerkers. Uiteraard met de steun van de geweldige mensen om ons heen, de medezeggenschap en het toezicht. Het tekent Philip als mens dat hij grootmoedig heeft aanvaard dat het leven soms een wending neemt die onvermijdelijk is. De ziekte van Parkinson maakte gaandeweg het besturen van de universiteit een grotere opgave. Hoe lastig misschien ook, maar samen met Ineke kwam hij tot de overtuiging dat het beter was om voortijdig te stoppen met het rectoraat. Omdat het leven meer is dan je baan, omdat je ook dit onder ogen moet durven en willen zien. We hebben daar samen steeds openhartig en persoonlijk over gesproken. Zo was ook onze samenwerking, openhartig en vol vertrouwen. Van het eerste gesprek dat wij samen hadden op het terras van Hotel Karel V in Utrecht tot de laatste dagen voor dit afscheid. De academische wereld, dames en heren, mag zich de laatste tijd verheugen in grote belangstelling. Niet in de laatste plaats door de bezetting van het Maagdenhuis. Hoewel de wensen van de protestbewegingen niet altijd congruent, goed gearticuleerd of even realistisch zijn,
is het op zichzelf van grote betekenis dat zo indringend wordt gesproken over de toekomst van de universiteit. Een universiteit is een gemeenschap van onderzoekers en docenten, van studenten, ondersteunend medewerkers en alumni. In de woorden van oud-decaan Arie de Ruiter, ik zag hem ook vanmiddag, een open, gelaagde, multi-actor configuratie waarin vele belangen en visies zich tegelijkertijd en kriskras door elkaar afspelen. Academisch is een universiteit omdat het onderwijs is gefundeerd in toponderzoek. Zo blijft hetgeen wordt onderwezen scherp en actueel. Omdat voor bijna alle Nederlandse universiteiten geldt dat de balans tussen onderwijs en onderzoek iets meer wordt omgebogen naar grotere aandacht voor het academisch onderwijs, is het noodzakelijk te investeren in docenten. Maar ook is meer aandacht nodig voor de instroom van jonge mensen. Worden die opgeleid door gekwalificeerde docenten? Bereiken ze het juiste niveau voor de academische wereld? Trekken ze er als wereldburgers op uit na hun studie? De academische gemeenschap, en dat wordt nogal eens onderschat, hoewel dat vandaag al een paar keer is gezegd, wordt ook gevormd door de eigen campus. Wij hebben wat dat betreft natuurlijk een fantastische uitgangspositie. We zullen meer investeren in een 24/7 campus waar mensen elkaar ontmoeten, waar je van elkaar leert en waar je zodoende Bildung en 21st century skills tot zijn recht laat komen. Om jou, Philip, op onze campus blijvend te kunnen herinneren, bieden we je dan ook graag het volgende aan. En ik heb daarover een filmpje. Jouw bankske, Philip, staat gebroedelijk dat naast dat van onze vorige voorzitter van het stichtingbestuur, Ruud Lubbers, met wie jij jaren hebt samengewerkt. Op deze manier ben je goed verankerd op de campus en daarmee in jouw eigen stad Tilburg. Onze universiteit is met zijn stedelijke en regionale inbedding en profiel als gespecialiseerde universiteit, zijn mooie campus en goede onderlinge verhoudingen, in mijn ogen het type instelling waar de jeugd van de toekomst meer en meer voor zal kiezen. Kleinschaligheid, hoge kwaliteit, aandacht voor Bildung en gemeenschapsdenken gaan hand in hand met hoogwaardige vakkennis en uitstekende voorbereiding op de arbeidsmarkt. Als deze visie veranderingen nodig maken in de wijze waarop de instelling wordt bestuurd, waarop inspraak is geregeld of hoe er met geld wordt omgegaan, dan gaan we dat debat niet uit de weg. Om dat debat te kunnen voeren, is de kwaliteit van onze medezeggenschap op alle niveaus ruim voldoende. Maar vergis u niet, de Nederlandse universiteiten kennen een steeds grotere toeloop van studenten, met gelijkblijvende of soms zelfs teruglopende budgetten. Zonder de mogelijkheid om te selecteren of selectief te krimpen, of bij gelijkblijvende budgetten, loopt dit universitaire systeem een keer vast. De eerste tekenen zijn goed zichtbaar. Te hoge werkdruk voor het wetenschappelijk personeel, beperkte loopbaanmogelijkheden voor docenten, onvrede over tijdelijke contracten, lage slagingskansen bij onderzoeksaanvragen en irritatie over de grote verantwoordingslast. Laat de huidige debatten over de toekomst van de universiteit erin resulteren dat we ook deze onderwerpen serieus kunnen adresseren. Mijn keuze daarin is wel helder. Meer sturen op kwaliteit dan op kwantiteit. Meer profilering en meer mogelijkheden om selectief te zijn. Selectie en kwaliteit verhouden zich lastig tot toegankelijkheid en kwantiteit. Een echte keuze dus. Dan nog iets over Philip. Klaas Seidsma, onze decaan van de sociale faculteit, typeerde Philip bij zijn afscheid van de decanen als de rector van het wikken en wegen. En ook als de wijze rector die tegengas gaf aan de decanen. Over de kwaliteiten van Philip en zijn betekenis voor onze universiteit is al veel gezegd. Ik zou toch ook nog graag willen wijzen op zijn geweldige humor.
die ons in vele lastige situaties ver heeft gebracht en waarmee meer dan eens het ijs werd gebroken in lastige kwesties. Zijn nieuwsgierigheid mag eveneens niet onvermeld blijven. Net als ik zijn wij beide bijzonder nieuwsgierig van nature en volgen we het nieuws op de voet. We spraken veel en graag over het nieuws. De politieke actualiteit, sportnieuws, nieuwtjes uit de academia, we kregen er geen genoeg van. Zelfs de aflevering van Boer zoekt vrouw van zondagavond was op maandag vaste prik in het maandagmorgenoverleg. Het is jammer dat het weer is afgelopen, maar er komt weer een nieuw seizoen. Velen kijken terug op de samenwerking met jou, Filip. En die herinneringen en ontboezemingen hebben we gebundeld in een prachtig liber amicorum dat ik je hierbij graag overhandig. Ik kom tot een afronding. In onze samenwerking hebben wij, en Filip zei het zelf ook al, vanaf het begin gekozen om onderwijs en onderzoek echt zoveel mogelijk centraal te stellen. Daarom ook voeren we beleid om extra te kunnen investeren in onderwijs en onderzoek. Het kwaliteitsprogramma BEST heeft als doel echte samenwerking verder mogelijk te maken, de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en circa 5 miljoen om te buigen van ondersteuning naar onderwijs. Via het reservebeleid, dat werd al genoemd, maken we met steun van de faculteiten bijna 25 miljoen euro vrij voor onderwijs en onderzoek. Geld dat ook bedoeld is om het nieuwe onderwijsprofiel, daar kun je gerust op zijn, Filip, echt handen en voeten te geven. Van de middelen die wij ontvangen gaat in 2016 3% meer naar de faculteiten dan in 2015. En zo zorgen we daadwerkelijk voor meer, en daar hebben we het hier altijd over, voor meer handen aan het bord. Over twee andere projecten zijn we het onlangs met de decanen eens geworden. We gaan fors investeren in career services voor studenten. En we starten een programma voor vrouwelijk wetenschappelijk personeel. Het is mij een grote eer, dames en heren, dat is het laatste cadeautje hoor, Filip, om te mogen aankondigen dat we hebben besloten om dit stimuleringsprogramma voor vrouwen te vernoemen naar jou. Maar er is, en daarmee is het Filip Eilander Fellowship programma een feit. En er is nog meer goed nieuws op het terrein van gender. We hebben met het lokaal overleg, dat zijn de vakbonden, afgesproken dat we onderzoek gaan doen naar de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen. Mochten daar aantoonbaar niet te rechtvaardige verschillen zijn, dan zullen wij ons er in goed overleg met de medezeggenschap sterk voor maken om ook hier actief beleid op te voeren. We hebben het debat in de instelling nooit geschuwd. En we hielden veel en intensief contact met onze studenten, medewerkers, docenten, hoogleraar en alumni. De academische gemeenschap in Tilburg is een bijzondere en aangename omgeving om in te mogen werken. Het was een voorrecht om dat samen met Filip te mogen doen. Ik verheug me op de samenwerking met Emiel om nieuwe stappen te zetten voor een gezonde toekomst. En de uitgangspunten, het is ook al gezegd, zijn goed. Financieel, sterke groei in de vooraanmeldingen, snel stijgende waardering van de studenten. En volgens hoogleraren zijn we al jaren de beste gespecialiseerde universiteit van Nederland. En volgens een recente QS-ranking de beste Nederlandse universiteit voor economie. Ik rond nu echt af, dames en heren. De laatste maanden sloten Filip en ik onze bijeenkomsten stevast af met het vrolijke opgewekt voorwaarts. En zo is het maar net, Filip, opgewekt voorwaarts. Dankjewel, Koen, voor je aardige woorden en het inkijken in jullie samenwerking. Ook ik verheug me op de samenwerking met jou.
Dames en heren, zoals al een paar keer gezegd is, heeft Filip in de afgelopen jaren heel veel contact gehad met de studenten van onze universiteit hier op de campus. En het is dan ook niet verrassend dat zij jou vandaag, Filip, ook willen toespreken. Graag nodig ik daartoe Rachel van Straten en Roy Florijn uit om dit namens de studenten te doen. Dank voor het woord. Mijn naam is Rachel van Straten en naast mij staat Roy Florijn. En ik spreek namens ons beiden als ik zeg dat het echt een enorme eer is dat we vandaag namens alle studenten een woordje mogen richten tot onze rector. Maar voordat we dit kunnen doen is het natuurlijk wel belangrijk dat we weten wat een rector eigenlijk is. Waar denk je nou eigenlijk aan als je aan een rector denkt? Wij gingen op onderzoek uit. Nou, ons onderzoek begon bij Wikipedia. Roy. En Wikipedia geeft een definitie van een rector. Een rector magnificus of een rector is de titel van een hoogleraar-directeur van een universiteit, lid van het college van bestuur, hij of zij wordt meestal verkozen of geselecteerd, et cetera, et cetera. En als je iets leert op een universiteit, dan is het allereerst wel niet te veel tekst op een slide. En daarnaast natuurlijk ook, Wikipedia is echt geen bron. Dus wij zochten het dichter bij huis, namelijk op de site van Tilburg University. En de site zelf geeft aan, hij is verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid, inclusief aansluitingsproblematiek VWO, WO, en samenwerking met het HBO, het onderzoeksbeleid, inclusief tweede en derde geldstroomonderzoek, bla bla bla. Eigenlijk weer een hele abstracte en stoffige definitie van wat de functie van rector nou inhoudt. Dus toen besloten we, we gaan het zoeken bij de meest betrouwbare onderzoekspopulatie, namelijk de student zelf. En wij vroegen studenten, wat is een rector? Als rector ben je natuurlijk het academisch hoofd van de universiteit. Een rector is het hoofd van het onderwijs, dus eindverantwoordelijk voor alle studenten. De rector is eigenlijk gewoon de baas van het onderwijs op de universiteit. Studenten geven eigenlijk een duidelijke conclusie. De rector is eigenlijk gewoon de baas van onze universiteit. Maar de baas van de universiteit is natuurlijk een functie die moet bekleed worden. Dat deed Filip Eilander voor ons de afgelopen 6,5 jaar. Maar hoe ervaren studenten Filip Eilander als de baas van de universiteit? We vroegen het ze wederom. Als je het hebt over specifiek Filip als rector, moet ik in de eerste plaats melden als voorzitter van Magister JST dat hij erelid is van onze vereniging. Maar in het algemeen ook dat Filip een ontzettend betrokken rector is bij de studenten. Filip Eilander is iemand die ondanks zijn hoge functie toch echt zijn best heeft gedaan om dicht bij de studenten te staan. Ik zie dat zo, maar veel van mijn medestudenten zien dat ook. En ik denk dat dat een ontzettend belangrijke eigenschap is voor een rector. Filip is eigenlijk een rector die altijd heel erg betrokken is bij het studentenleven en zich heel erg bekommert om de studenten. Nou, mooie woorden vanuit studenten. Wij zitten natuurlijk in de universiteitsraad dit jaar en studentenfracties, ook onze voorgaande fracties, hebben de eer gehad om wat intensiever met je te mogen samenwerken, Filip. En daar vielen heel veel dingen heel positief bij op, maar wij kregen slechts 10 minuutjes de tijd om te spreken, dus we beperken ons tot de 3 meest opvallende punten. En dat zijn je studentbetrokkenheid, je toegankelijkheid en je enorme professionaliteit die altijd gepaard ging met een glimlach. Allereerst te beginnen met studentbetrokkenheid. Samenwerken met Filip is enerzijds een kijkje krijgen in de keuken van de rector, maar anderzijds ook samenwerken met een rector die heel betrokken ook graag een kijkje neemt in de keuken van de student. Het meest opvallende en herkenbare voorbeeld hiervan voor veel actieve studenten is dan ook de TUC, de Tilburg University Campus, waarbij onze rector jaarlijks aanwezig was. Niet alleen op het VIP-podium, maar gewoon gezellig tussen de studenten in, om samen met ons een drankje te doen. Daarnaast blik je studentbetrokkenheid ook uit je vele uitspraken die je deed over studenten. Zoals hier te zien is in de vele tweets die je postte. Zoals hier een lunch met rechtenstudenten, met internationale studenten, tijdens de algemene studentenvergadering, het jaarlijkse besturendiner, het rondetafelgesprek met studenten,
Natuurlijk de nacht der professoren. En de jaarlijkse besturendag, waarbij je zelf al zegt, goed om elkaar beter te leren kennen. Maar Philip, jij was ook vaak te zien op evenementen georganiseerd door studenten. Zoals ik net al zei, de nacht der professoren, waarbij je stevast tot de line-up behoorde. Dit deed je met veel enthousiasme en we kregen hier dan ook veel positieve reacties op van studenten. Zij vonden het erg leuk op een informele manier een drankje met jou te doen of een praatje met ze te maken in de kroeg. Iets waar ze normaal geen gelegenheid toe krijgen. Maar dat niet alleen. Ook op andere evenementen was je vaak te zien. Zoals hier is te zien. En wanneer er een groep studenten op de universiteit stond op de campus, was jij de eerste die erop afstapte om even een praatje met ze te maken. Zoals ook hier te zien is bij de uitslag van de afgelopen verkiezingen. Als laatste ben je natuurlijk erelid van je facultaire studievereniging Magister JFT, waarbij je jaarlijks een stukje in de almanak schrijft. Ook hier met een oud look. Ook was je spreker op het afgelopen lustrum van Magister JFT, waar ook uit je studenten betrokkenheid blijkt. Ja, naast dat de enorme studentbetrokkenheid natuurlijk enorm is opgevallen, bleek toen Rachel en ik in de dagelijks bestuurvergadering zaten en daar werd gezegd, nou, jullie mogen wel een aantal suggesties doen voor de profielschets van de nieuwe rector. En Rachel en ik keken elkaar eigenlijk aan en we hadden het daarna over. En het eerste wat wij zeiden was, een rector moet toegankelijk zijn. Dat is echt een voorwaarde voor de aankomende rector. Nou ja, het woord is nogal een uitdaging voor je opvolger om die enorme toegankelijkheid, Philip, van jou voor te zetten. Wij konden altijd bij jou binnenlopen of een afspraak maken om even te kletsen over wat dan ook. Maar studenten die op de campus stonden, wisten ook, dat is de rector en je liep er even naartoe en je maakte er zo een praatje mee. Die enorme toegankelijkheid siert je echt enorm. Gelukkig hebben we al een afspraak staan met de nieuwe rector, dat we hem een dag op sleeptouw mogen nemen langs alle studentenvoorzieningen. Dus we hopen ook dat dat voortgezet wordt. Maar Philip, je toegankelijkheid bleek ook uit de manier waarop jij altijd in gesprek wilde treden met iedereen. En in het bijzonder viel dat op toen wij in gesprek traden met andere universiteitsraadfracties door het hele land heen. Toen bleek hoe bijzonder die toegankelijkheid eigenlijk is. Op sommige universiteiten is het gesprek met de rector iets heel erg bijzonders. En kan dat niet altijd of is dat niet altijd gedurfd door studenten? Nou, hier op Tilburg University is dat nooit het geval geweest. Die toegankelijkheid die bleek echt heel erg bijzonder te zijn. Het is al een aantal keer genoemd. Maagdenhuis-taferelen zijn hier niet voorgekomen. En wij denken echt mede dat dat door die toegankelijkheid komt. En als laatste de professionaliteit. Je studentbetrokkenheid en je toegankelijkheid zijn typerend voor jouw termijn als rector. Maar dit ging ten alle tijde gepaard met professionaliteit. En het belangrijkste voorbeeld, of misschien het meest opvallende voorbeeld, kwam dan ook uit onze fracties van het jaar 2009-2010. Dit was het spraakmakende jaar waarin de verhoging van het binnenstudieadvies op de agenda stond. Iets wat natuurlijk direct veel weerstand oproept bij studenten. Maar jij greep de gelegenheid aan om de studenten persoonlijk toe te spreken. Veel studenten kunnen jou zich dan ook herinneren als de rector die een vurige speech afstak op Olof over de verhoging van de BSA. Je vertelde hier waarom het volgens jou een verbetering zou zijn voor het onderwijs, voor de universiteit, maar ook zeker voor de studenten zelf. Nou, na dit debat, na veel discussies en ook veel koffiegesprekken met de studentenfracties, kon het voorstel dan ook rekenen op een grote meerderheid in de universiteitsraad. En de weg hier naartoe was typerend voor jou als rector. En het siert je naar ons inziens enorm. Daarnaast blijkt je professionaliteit ook uit je enorme hart voor onderwijs. Zoals je dit jaar nauw betrokken bij de landelijke docent van het jaarverkiezing. Hier op de foto met Bob van der Brand die genomineerd was voor deze prestigieuze titel. Maar daarnaast blijkt je hart voor onderwijs natuurlijk ook wanneer je het hebt over het onderwijs. Dat je straks zelf je mag gaan verzorgen. Iets waar jij, maar vooral ook de studenten, enorm naar uitkijken. Ja, Philip, je zei het zelf in je openingsspeech en je hebt het ooit ook geschreven. Je bent pas echt een goede leider als dat je niet alleen naar jezelf kijkt, maar ook naar de wereld om je heen. En je ervaart het als een passie om jonge mensen sterker te maken. En studenten, je zei het al, moeten uiteindelijk wijzer worden dan jijzelf. Wij hopen dat we met deze toespraak hebben kunnen laten zien dat je voor ons een waar leider was.
en bent. Niet alleen een hele goede rector, maar ook iemand die tussen de studenten stond en staat. En dat siert jou echt enorm. Je passie voor het onderwijs ga je gelukkig nog voortzetten binnen Tilburg Law School. En daar kijken we dan ook enorm naar uit. So, good afternoon again. Een heel klein voorproefje. Waar we allemaal weer naar uitkijken. Philip, namens alle studenten, dank je wel voor alles. We gaan je nog terugzien op de campus en hopelijk ook die gemoedelijke lach. En we willen je graag iets aanbieden namens alle studenten, zodat je alle informele momenten met studenten zeker niet gaat vergeten. Dank je wel. Hartstikke leuk. Ja, mooi. Pas op voor dat je het weet. Dankjewel Rachel en Roy. Het was leuk om te zien hoe jullie met Philip omgegaan zijn. Het wordt nog een hele uitdaging. Dames en heren, de volgende spreker heeft een speciale bestuurlijke en persoonlijke band met Philip. Die dateert over de vele jaren die ze samen hebben opgetreden. En wij zijn dan ook buitengewoon blij dat wij het woord thans kunnen geven aan Wim van der Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Dames en heren, aanwezig in het bijzonder vandaag natuurlijk Philip, Inika en ik. Waar zit je? Daar, Philip. Daar. Ik heb beloofd aan het begin van het jaar dat ik elke speech zou beginnen met een citaat uit de brieven van een van Brabants grootste zonen, Vincent van Gogh. Dat was immers niet alleen een groot schilder, ook een groot schrijver, wat blijkt uit zijn prachtige brieven. Ik heb vandaag even geaarzeld, omdat het enige wat ik kon vinden, of althans wat het meest letterlijk van toepassing leek, ging over Tilburg. In 1873 schrijft hij aan zijn broer: ik woon in een der voorsteden van Londen, waar het betrekkelijk stil is. Het heeft wel iets van Tilburg of zoiets. En wat eigenlijk nog erger is, het is de enige vermelding van Tilburg in al die brieven. Nu is het al lang niet meer stil in Tilburg. En dat heeft niet alleen te maken met het feit dat het industriële, wat intussen ook een deel van het verleden is, het economische, het bruisend maatschappelijke, in deze stad volop tot wasdom aan het komen is. En waar vind je in Brabant de steden, en ze zijn er dus, waar je midden in de stad op die opengevallen plekken nieuwe ontwikkeling kunt brengen. En dat gaat in samenhang met de universiteit. De universiteit die deel uitmaakt van die stad. In essentie verweven is met wat een stad wil zijn. Daarom, Ton, wij delen de ambitie, verdient ook onze hoofdstad een universiteit. En wat mooi is het om te zien dat onze universiteiten elkaar in die zin hebben gevonden om samen daar verder te gaan. Philip en ik weet, en Emiel, welkom, dat jullie in die zin ook de verzinnenbeelding zijn van niet alleen een rectoraatsovergang, maar van nieuwe verbindingen. En nieuwe verbindingen zijn nodig. En het is op zich origineel om te zien dat Philip met een S vandaag in ons midden is. Emiel, je komt uit dat concern vandaan dat zo belangrijk was geweest voor die andere stad in Brabant. Maar Philip, als ik zeg dat jij
vooral staat voor die universiteit, dan meen ik dat uit de grond van mijn hart. De universiteit is een te koester institutie die soms kwetsbaar is en verdedigd moet worden tegen al te grote aanslagen van de tijdgeest. Wie met de tijdgeest trouwt, dames en heren, is doorgaans snel weduwnaar. Maar het wil niet zeggen dat de universiteit niet verder ontwikkeld mag worden. Ja, natuurlijk. De werkelijkheid om ons heen, de studenten van tegenwoordig, de technologie, de cultuur, de economie, alles verandert. En de universiteit mag dus inderdaad niet achterblijven en heeft een rol. Maar Philip, precies jij was het die net in de beste geest van Kobbenhagen, mag ik zeggen, op deze plaats, de essentie van de universiteit nog eens even treffend neerzet. Want de universiteit wordt uiteindelijk gedragen door de mensen die de universiteit echt maken. De studenten, de hoogleraren, die samen zoekend naar wijsheid, naar inzicht, naar vorming, elkaar durven aan te spreken op resultaten, ja natuurlijk, maar rendement, ja zeker, maar rendement wel goed doordacht. Dus niet alleen de korte termijn, niet alleen een smal idee van rendement. Met rendementsdenken is niets mis, mits de goede uitgangspunten voor het rendement zijn gedefinieerd. En als jij dan de menselijke maat noemt, kunnen we zeggen dat natuurlijk die maat ook in de tijd verandert. De maat van de tijd verandert, de maat verandert misschien, maar de mens is minder veranderlijk dan je zou denken. En jij was het die als toegankelijke rector, net hier door de studenten zo prachtig neer werd gezet, denk ik, de toon goed getroffen heb. Ik was blij toen ik uitgenodigd werd ook wat te maken voor het Liber. Dat scheelt in tijd vandaag en dat is handig, want ik ook heb maar een paar minuten om te spreken op zo'n dag. Maar ik heb meer gezegd dan ik nu kan doen. Maar de essentie wil ik toch even hier wel herhalen. We kennen elkaar al heel lang. We zijn samen opgegroeid in de leukste vakgroep van deze universiteit. Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde. En wat mooi is het, om te zien, het heet tegenwoordig allemaal anders, dat je teruggaat in de rangen van de hoogleraren en weer aan het onderzoek en onderwijs mag gaan werken. Na een fantastische periode als rector. Het was Wil Derksen, geloof ik, die ooit gezegd heeft dat het eigenlijk ook de natuurlijke gang van een rector behoort te zijn. Een rector is een soort abt die een tijd lang de dienst van het leidinggeven op een universiteit mag doen en dan teruggaat naar de rangen van de hoogleraren. En wat mooi om te zien, en het is me uit het leven gegrepen en ook voortvloeiend uit onze contacten recentelijk nog, en ik hoop dat die verder gaan en voortduren, ik weet dat wel zeker, dat je in de afscheidsinterview, eigenlijk after het interview, een aantal research agendas hebt opengetrokken. Die precies op de kern raken van wat je als kritische noot achterliet. Toezichttorens. Systemen waarin we afvinken, maar waarin het aanvonken van elkaar verdwenen is. Het is een ernstige kwaal waar onze samenleving aan leidt. We zijn een soort systeemsamenleving geworden, Philip. En ik hoop echt dat nu je teruggaat in de rangen van het onderzoek naar wetgeving en toezicht, dat je serieus onderzoek gaat doen naar de vraag hoe het toch eigenlijk komt. Dat we de menselijke maat wel benoemen en bejubelen en belangrijk vinden, maar dat in onze systemen van bestuur, van toezicht, van besturen op allerlei niveaus, de systemen ons zo de baas aan het worden zijn. En dat het soms wel zo lijkt dat bestuurders tegenwoordig vooral uitleggen wat er uit systemen komt in plaats van zelf verantwoordelijkheid dragen voor keuzes. Philip, ik zie uit naar samenwerking, zoals 25 jaar geleden op deze universiteit. Het is prachtig om weer hoogleraar te mogen worden. Ik wens je daarbij veel succes. Ik heb een klein cadeautje meegebracht, zodat je voortdurend aan Brabant kunt blijven drinken. En voor Ineke heb ik een bos bloemen, want ook jij, betrokken in dit prachtige verhaal van het rectoraat, wil ik even niet onbenoemd laten. Wij weten allemaal uit ervaring hoe je dit echt met z'n tweeën doet. En dat geldt ook voor jou. Dank je wel. Bedankt Wim voor je mooie woorden die je zeker luister bijzet aan deze mooie bijeenkomst. Dames en heren, het rijtje van sprekers zou niet volledig zijn
als wij niet het woord ook zouden geven aan de burgemeester van Tilburg. Want er is best wel wat uit te leggen. Peter, aan jou het woord. Ja, meneer de rector, het is soms niet een kwestie van alleen uitleggen, maar van internaliseren, leren en dan internaliseren. Ik zou willen beginnen met u geluk te wensen bij de inauguratie vandaag, het formele begin van uw rectoraat. We hebben binnenkort samen afspraken, dan laat ik u de parels van Tilburg zien. Ik reken op een snelle leercurve en als ik dat zo hoor vandaag, gaat dat ook helemaal goed komen, want bestuurders van onze universiteit zijn altijd ambassadeurs ook voor onze stad. En waarde Filip, als ik iets mag zeggen over jouw rectoraat, de jaren dat wij samen, stad en universiteit, samen opgetrokken zijn, dan begin ik toch bij een bijeenkomst een week of wat geleden bij ons op het stadhuis, waar wij functionarissen te gast hadden uit Bilbao, Wenen en Dortmund, universiteitssteden, onderdeel van een netwerk wat zich bezighoudt met social innovation. En wat mij daar opviel was wat voor ons vanzelfsprekend is, universiteit en stad, voor Tilburg en Tilburg University vanzelfsprekend is, hoe moeilijk het in die andere steden ligt. Om elkaar te vinden, om voortgang te maken in de dingen waar je op dat vlak mee bezig bent. En inderdaad dat Europese netwerk waar we naar streven om dat ook echt kracht te geven. Wat je vanzelfsprekend vindt, is dus blijkbaar niet overal vanzelfsprekend. En als ik terugkijk, Filip, en het is in de langere geschiedenis over de relatie stad en universiteit wel eens anders geweest, dan zie ik gewoon een naadloze samenwerking. Er is een tijd geweest dat de universiteit zich erg op de wereld concentreerde en de wortels in de stad en in de streek wat verloren was. Maar jij hebt in je rectoraat heel bewust gestreefd naar een samenwerking die ook zijn vrucht afgeworpen heeft. Als het gaat om het marketen van studentenstad, ik laat me graag overtuigen dat we in Zeeland nog veel werk te doen hebben, trekken we er samen in op. Als het gaat om faciliteiten voor studenten in onze stad, dan doen we dat samen. FIDAR is een goed voorbeeld, maar het Talent Square, belangrijk voor de internationale positie van onze stad. Groot gebouw, 700 studenteneenheden, universiteit participeert daarin. Maar als je internationale universiteit wil zijn, dan moet je ook samenwerken aan het faciliteren van die internationale studenten. En als het gaat om die roots, dan is het de binding aan Tilburg, maar veel belangrijker te zien dat wij in Brabant samen moeten werken aan de structuur van ons wetenschappelijk onderwijs en aan de toekomst daarvan. Dus ik heb nooit de graduate school die nu in Den Bosch komt als een bedreiging gezien. Ik zie het veel meer als een kans om door te bouwen aan samenwerking tussen de beide universiteiten in Brabant. En ja, Emiel, ik weet dat Ton er erg veel voor over heeft, dus dit gaat helemaal goed komen. Maar ik zie het vooral als een eerste stap. Een stap op een breder pad naar een coherente structuur voor het wetenschappelijk onderwijs in onze provincie. En vanuit krachtredenerend weet ik dat ook Tilburg daar echt een stevige plek in zal houden. Het tweede ding waar ik kort iets over wil zeggen betreft onze gezamenlijke inspanning, Filip, om social innovation als concept aan de praat te krijgen. En het is geen geheim als ik zeg dat we daar best mee geworsteld hebben. En
je bent er wel steeds achter blijven staan. En je hebt ook stap voor stap het mogelijk gemaakt van Thijssil naar de white papers gemaakt in een aantal gremia hier in de universiteit, naar de Alliantie van Brabant, een eerste werkprogramma onder toezicht van Hare Majesteit getekend, dus adel verplicht hier, dames en heren van de universiteit. Daar blijven we mee aan het werk en we blijven er ook mee worstelen. Ik heb zelf van die worsteling wel twee dingen geleerd. Geleerd dat de ambitie te denken dat social innovation een key driver is voor economische ontwikkeling bepaald te hoog gegrepen is. Maar ook geleerd dat in alle takken van sport social innovation, gekoppeld aan technische innovatie, gekoppeld aan verandering in organisaties, verandering in werkwijze, steeds belangrijker wordt. En daarom ben ik ook blij, Philip, voor het pad wat jij geplaveid hebt, omdat ik geleerd heb, als je het nu concretiseert, dat je dan ook echt voortgang kan maken. En ik verheug me op die voortgang. Ik verheug me op de samenwerking met Reflect als het gaat om bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheidsvrije regio hier in Hart van Brabant. Nieuwe orgware moet ervoor ontwikkeld worden, nieuwe onderwijs, arbeidsmarktcombinaties, dat gaat hem echt worden. Ik verheug me op de samenwerking met Transo als het gaat om het doortrekken van de proeftuin dementie. Techniek en behavior gaan hier samen en daar kunnen we echt in Brabant forse stappen mee maken. Ik ben blij met de samenwerking met de vakgroep bestuurskunde als het gaat over die andere overheid, de participerende overheid die we met elkaar nastreven. En ik reken erop, en eerder ga ik niet uit Tilburg als burgemeester vertrekken, dat die masteropleiding, gekoppeld aan de European School for Social Innovation, binnenkort ook aan Tilburg University tot stand komt. En Philip, dank je wel voor die moeilijke, maar noodzakelijke reis die wij samen op dat vlak aangegaan zijn. Je bent, Philip, Tilburger. Weliswaar met een korte tussenstop in Den Haag, maar toch één van ons, één van onze medeburgers. En dat doe je door je ook vol en actief te betrekken met allerhande adviesklussen, te betrekken met het oplossen van vraagstukken in stad en streek. Dat doe je in je rol als voorzitter, bijvoorbeeld van ons 4 mei-comité. Maar je bent van ons en je blijft van ons en we rekenen ook op je in de komende jaren. Om te zeggen dat we je dankbaar zijn voor die goede samenwerking tijdens jouw rectoraat en ook te zeggen dat we je als stadgenoot zeer waarderen, zou ik je graag, en het college van burgemeester en wethouders heeft me daartoe ook gemachtigd, de zilveren legpenning van de stad Tilburg uit willen reiken. En kijk, Jan, deze penning is wel te vinden. En ik ga hem nu uitreiken. Dankjewel, Peter. Peter Nordanus, dames en heren, heeft ons laten zien dat het een bevlogen burgemeester is met een diep inzicht in wat er op een universiteit beweegt. En ik kom ontzettend graag heel snel een keer op bezoek om de parels van Tilburg te ontdekken. Dames en heren, wij naderen thans de afsluitende fase van dit afscheid. Maar voordat het zover is en we Philip nog één keer het woord geven, maar heel kort, willen we u een video vertonen waarin we Philip hebben meegenomen naar voor hem plaatsen van bijzondere betekenis op deze campus. We kunnen de video starten. Het moet en het zal. Het moet en het zal. Het moet, het moet en het zal. Het moet en het zal. Al met al.
Ik heb de gewoonte om met de fiets naar de universiteit te komen. Dat kan ook, want deze campus ligt hooguit op 10 minuten fietsen van mijn huis. Ik vond het altijd heerlijk om 's morgens vroeg hier te fietsen op dit mooie deel van de campus. En ik was meestal heel vroeg al voor 8 uur hier met weinig mensen. Een mooi rustig moment van de dag. Here I am, another day. Ik wil ook graag iets zeggen over de menselijke maat. Ik vind dat zelf altijd heel belangrijk. En ook bij de uitvoering van het rectoraat heb ik altijd geprobeerd die menselijke maat in het oog te houden. En een van de onderdelen daarvan is ook de vele gesprekken die ik heb gehad op deze mooie werkkamer. En heel concreet bijvoorbeeld denk ik ook aan de ontvangsten op de vrijdagmiddag. Dan kwam altijd een hoogleraar die een intree of een afscheidsrede hield. Die kwam hier op bezoek, kopje thee bij de rector magnificus. Ik ontving dan zijn hele familie, ouders, kinderen erbij. Maximaal hebben we 20 mensen op deze kamer gehad. Mijn partner was er vaak ook bij. En het waren heel plezierige ontmoetingen. We zijn hier nu in onze aula. Die is nu leeg, maar tijdens academische zittingen is die vaak heel goed gevuld. En ik heb vele van de zittingen hier in de aula als rector magnificus geleid. Academische zittingen worden altijd geopend hier met een gebed. En de tekst van dat gebed is: mogen de geest van wijsheid en barmhartigheid in ons allen groeien en tot volle wasdom komen. En ik moet zeggen dat deze tekst heeft mij altijd wel enorm geïnspireerd. Namelijk ook om steun te geven aan de mensen die het wat moeilijker hebben. Dit is de toga-kamer. Hier hangen de toga's van alle Tilburgse hoogleraren. En de rector magnificus is één van hen. Hij is als het ware de aanvoerder van het geheel van hoogleraren. En dat is ook goed. Toch heb ik geprobeerd in mijn functie er niet alleen voor de hoogleraren te zijn, maar ook voor andere stafleden en bijvoorbeeld ook voor onze studenten. We staan hier bij een fraai kunstwerk, een geschenk van een van onze alumni. En dit kunstwerk geeft ook een bepaalde houding aan, een bepaalde houding van openheid. En dat doet mij ook denken aan natuurlijk een heel belangrijke zaak die tijdens mijn rectoraat heeft gespeeld. De kwestie Stapel, die natuurlijk heel veel aandacht heeft gekregen in de pers en in de media en overal. En ik moet zeggen dat ik trots op ben hoe deze universiteit die zaak heeft aangepakt en ik mocht daar zelf leiding aan geven. Heel belangrijk is de rol geweest van de jonge klokkenluiders. Die hebben heel goed werk verricht. En ik ben heel blij, omdat ik ze nog steeds volg, dat het heel erg goed gaat met die klokkenluiders. Want die hebben een heel belangrijke rol gespeeld in die afwikkeling van die zaak Stapel. Door de wijze waarop we zijn opgetreden in deze zaak, denk ik dat het eigenlijk heel goed uitgepakt is voor de universiteit. En iedereen heeft erkend, en ook internationaal, dat dit eigenlijk de aanpak is die je zo moet volgen in een zaak als deze. Dus daar mogen we als universiteit heel trots op zijn. We zijn hier nu in een van de meest bijzondere zalen van deze universiteit. Hier naast mij hangen de portretten van al mijn voorgangers, de Rectorium Magnifici vanaf 1927. En ik kom daar binnenkort dus bij te hangen. Ik heb daar lange tijd natuurlijk niet gedacht om hier te hangen, maar inmiddels komt het ervan. Het is ook mooi geweest en ik heb ook geposeerd en volgens mij is het heel mooi geworden. We staan hier bij de bibliotheek, vaak een hele drukke plek op onze campus. En dat doet mij denken aan de contacten die ik heb gehad met studenten. Ook het hele persoonlijke contact wat ik had met allerlei studenten. Met gesprekken met studenten leer je heel veel van. Mijn ervaring is ook dat studenten mee willen denken om de universiteit nog mooier te maken. En wat ook heel bijzonder is, is alle nationaliteiten die we hier op deze campus hebben. Ook daar vond ik het persoonlijk contact te spreken met die studenten heel belangrijk. Daar leer je veel van en dat was een fantastische ervaring. En ook in mijn nieuwe baan als hoogleraar zal ik het contact met studenten enorm gaan waarderen. We zijn hier voor het Montesquieu-gebouw en daar is de Law School van deze universiteit gehuisvest. Daar heb ik in het verleden altijd gewerkt als hoogleraar en ik ben ook decaan geweest van de faculteit. En nu ga ik na mijn rectoraat weer terug naar de Law School om daar te werken. Dat geeft mij een gevoel van thuiskomen. Ik ga daar weer aan de slag als hoogleraar op het terrein van wetgeving en toezicht. Dus in die zin
is het geen afscheid, maar het is een tot ziens. En ik zal heel veel mensen nog weer tegenkomen vanuit die nieuwe functie en daar verheug ik me op. We're gonna make a change, y'all. En tot slot, dames en heren, nog één keer het woord aan Filip. Dank u wel, meneer de rector Magnificus. Nou, dat was even oefenen, maar dat is in ieder geval gelukt. Ik wil toch nog graag wat zeggen wat er zich vanmiddag heeft afgespeeld, want... Het is heel goed dat je niet de regie hebt over je eigen afscheid. Ik wist natuurlijk voor het eerste deel wel een beetje wat er ging gebeuren, want toen was ik zelf aan het woord. Maar daarna veel minder. En ik moet zeggen, dat doet je heel erg goed. En als ik nog een paar dingen terug mag zeggen over de dingen die gezegd zijn, begin ik met Jan Homme. Jan, ik wil je danken. Dat is natuurlijk een moeilijke situatie als een rector zegt, ja, ik ga toch wat eerder weg en ik heb een ziekte die mij wat belet. Is de vraag, hoe ga je er dan mee om? En Jan heeft van zijn kant gezegd hoe hij dat heeft ervaren. Ik wil ook van mijn kant zeggen dat Jan en het hele stichtingsbestuur dat heel plezierig heeft gedaan. Namelijk door tegen mij te zeggen, je kunt zelf de regie nemen, zoek je tijd. Dus dat geeft geen druk op de situatie en dat heeft mij heel veel geholpen. Dus dank daarvoor, Jan. En verder, als ik nog moet helpen zoeken naar die penning, ben ik graag beschikbaar. Ja, je moet allerlei dingen doen in deze universiteit. Koen heeft gesproken over onze samenwerking en ik kan bevestigen dat die uitermate goed is geweest. Dat is ook razend belangrijk. Iedereen weet, samenwerking binnen het college van bestuur is cruciaal in universiteiten. En het gaat lang niet altijd goed. Dus het is best ingewikkeld. En als je met z'n tweeën bent, is dat nog belangrijker. Onze samenwerking is goed. Wat helemaal niet wil zeggen dat we dezelfde personen zijn of dezelfde dingen belangrijk vinden. Juist soms helemaal niet, maar dat is juist de kracht. Je moet complementair zijn en van daaruit moet je elkaar aanvullen. En Koen, dat hebben wij gedaan. Jarenlang en daar wil ik jou voor danken. En ik ben ongelooflijk blij met de dingen die ik heb van het bankje natuurlijk. Vind ik een heel bijzonder cadeau. Ook ben heel blij met iets op de campus. De fellowship vind ik enorm belangrijk. En daar hebben we de laatste jaren veel aan gewerkt. En het zag er naar uit dat het toch lastig was. Ik begrijp nu dat het rond is. Ik vind het vooral belangrijk voor degenen die daar straks gebruik van kunnen maken, want daar gaat het om. En dat mijn naam daaraan verbonden is, ben ik heel trots op. Maar ik hoop vooral dat we heel veel vrouwelijk talent kunnen aantrekken. En dat die ook op posities komen die leidinggevend zijn in de universiteit. Bijvoorbeeld het rectoraat, maar dat is nou nog iets te vroeg natuurlijk, want Emiel... Emiel gaat het eerst een tijd doen. En daar ben ik ook heel blij mee, Emiel, dat weet jij. Dan de studenten. Ja, fantastisch om jullie te zien, Robbie en Rachel. Bedankt voor wat jullie gezegd hebben. Inderdaad, de contacten met studenten vind ik altijd heel belangrijk. En ik dacht toen ik decaan was van de faculteit, waar je ook heel veel contact hebt met studenten, was ik een beetje bang als rector dat dat minder zou zijn. Maar dat is absoluut niet zo gegaan. En ik vind het belangrijk. Ik vind het altijd heel plezierig, maar vooral leer je er zelf ook heel veel van. En we doen het toch allemaal voor onze eigen studenten. Precies inderdaad, om ze beter te maken dan wij zijn. Dus heel veel dank voor jullie vriendelijke woorden. Dim. Heel veel dank voor wat je zei. Dat teruggaan naar het onderzoek weer en ook op de dingen die je noemt. Dan zouden wij heel goed kunnen samenwerken, maar voorlopig ben jij nog bezig met andere dingen. Maar in de toekomst zeker. En heel veel dank voor wat je gezegd hebt. Ik heb dat zeer op prijs gesteld. En ook de dingen die ik bij de provincie altijd heb kunnen doen, ook in samenwerking, heel graag gedaan. En ik heb dat zeer op prijs gesteld. Peter Nodanus, even kijken. Peter, hartstikke bedankt voor wat je hebt gezegd. Die social innovation moeten we mee doorgaan. Dat is een goed concept. En ik weet zeker dat ook in de instelling daar steun voor is. We moeten kijken hoe we dat tastbaar kunnen maken voor concrete projecten. En verder ben ik enorm blij met de penning die ik heb gekregen van je. Want ik voel me inderdaad met hart en ziel een Tilburger. Dat durf ik hier wel te zeggen. En Emiel, de kwestie van Tilburg is liefde op het tweede gezicht.
Ik zal je dan nog eens uitleggen hoe dat werkt, maar helemaal goed. Goed, ik sluit af, want ik mocht maar kort spreken van de Rector Magnificus. Maar het grootste cadeau, dat wil ik nog wel noemen, is iedereen die hier gekomen is vandaag in de zaal zit. Fantastisch dat jullie er zijn. Dank jullie wel. Ja, mooi is het. Mooi, hè? Heel mooi. Jij ook wel. Dames en heren, gaat u nog één moment zitten. Dat geeft mij de kans om mijn petje op te zetten. Wij zijn aan het einde gekomen van een prachtig afscheid van Filip. En ik hoop dat je er nog lang met heel veel genoegen en warmte aan terugdenkt. Een paar huishoudelijke regels, dames en heren. Bij het verlaten van de zaal gaan we georganiseerd te werk. Allereerst vertrekt dat toch cortège in de volgorde decanen, rectores, hoogleraren en daarna verlaten de studenten samen met Filip en Ineke de zaal. Vervolgens sluiten de genodigden op de voorste rij aan, gevolgd door u allen, waarbij u vriendelijk verzocht wordt per rij aan te sluiten. En ik zeg het maar één keer. U bent allen van harte uitgenodigd op de receptie. Filip en ik begeven ons naar de portrettenzaal, alwaar u ons de hand kunt schudden als u dat wenst. Buiten de aula wordt u de weg naar de portrettenzaal gewezen. Er bestaat een digitaal gastenboek, waar u een foto en een persoonlijk bericht voor Filip kunt achterlaten. En graag bieden wij u als aandenken aan deze bijeenkomst een exemplaar aan van het Liber Amicorum dat ze hebben kunnen vinden. En ik hoop dat... U treft ze aan, hopelijk, op de staattafels, in de foyer. Dames en heren, ik sluit nu af met gebed. Dat wij volstromen met levensadem, die ons aanvuurt tot wijsheid en kennis, om te helen wat onheelbaar lijkt en om te halen wat onhaalbaar schijnt. Dank voor uw aanwezigheid.